Ik heb lekker geslapen. Maar nu eerst een lekkere boterham met pindakaas. En dan zijn jullie klaar voor een nieuw avontuur van Bert Wasbeer. Dit is het woud Wintergroen. Vredig, rustig en sereen. Totdat Bert Wasbeer wakker wordt. Gelukkig maar dat zijn vrienden altijd voor hem klaarstaan. Het leven voor de wasbeertjes zou er een stuk makkelijker zijn zonder Cyril Snow. En Cyril's leven zou een stuk makkelijker zijn zonder de raccoons. De wasbeertjes en de laatste loodjes. Woud Wintergroen. Vandaag is het een zomerse dag. Blauwe lucht, witte wolken en een zoele bries. Heerlijk weer, als je ervan genieten kunt. Nou, eens kijken. Zeg me maar eerlijk waar het op staat, dokter Andersen. Oeh, wat is dat ding koud? Hoest u eens? Nou bent u hier 2 keer geweest en ik blijf ziek. Ik ben zelfs te ziek om te kankeren. Wat heb ik? U hebt in bed te blijven, dat hebt u. Veel drinken en wachten op de resultaten van mijn onderzoek. Dokter Andersen, er is een dringend telefoontje voor u aan de telefoon. Het is dokter Otto. Oh, dat is de kliniek. Normaal bellen ze niet, alleen als het ernstig is. Iets ernstigs? Volg dat beest en luister naar wat hij zegt. Ja, hallo? Ja, dokter Andersen, dit is Joetje van Dikke Joetjes Autoshop. Hoe gaat ie? Prima. Ik zit hier bij een oude kankerpit met een stevige verkoudheid. Nou, hoe is het met de auto? Nou, die moet van boven tot onder in de revisie. Wat? Problemen met de motor? Ja. Motor? Dat is een hart. Ernstig, zeg je? Ernstig? Oh, nog een paar dagen. De baas heeft nog maar een paar dagen te leven. Hier kan ik niks meer doen, hoor. Nou, bovendien moet ik naar de golfbaan toe. Ik word verwacht. Nou, wat heb ik? Nou, baas. Het zit dus zo. U heeft uw laatste contractje afgesloten. De grote baas heeft uw rekening opgeheven. Als er iets is wat u altijd al had willen doen, zou ik maar opschieten. Wat is dat voor gezever? U bent... Nou, wat? Opgegeten. Oh. Oh, nee. Oh, niet weer. Hé, hey, wat is hier aan de hand? Er hangt hier een sfeertje als bij een failliete droogworstenfabriek. De pers is voor de zoveelste keer kapot, Bert. Ah, nou ja, dat oude ding. Weet je, jongens, niets leeft eeuwig. Oh, hier is het geld van de inzameling. En hier is jouw salaris. Bedankt, Ralf. Hé, hey, ik zie jullie nog wel, hè? Kom mee, broer. Al dat werken maakt van Bert maar een saai soort wasbeer. Deze drukpers kunnen we nu wel echt afschrijven, jongens. Goh, broer, ze zaten wel erg in over die drukpers. Maar het zal niet lang meer duren. Want als Cedric dit voor me belegt, hebben we straks genoeg geld voor een compleet nieuwe machine. Verrassing! Yahoo! Een goedemiddag, jonge heren. Is Cedric thuis? Meneer Cedric is naar een kantoorboerderij. Oh. Maar vanwege de dramatische toestanden hebben we hem teruggeroepen. Dramatische toestanden? Is er iemand overleden of zo? Oh. Onze baas, de dokter heeft nog maar een paar dagen. Dat is een goeie, jongens. Ik lach me dood.
Hallo, mag ik even langs? Sorry, ik heb een bestelling voor Wijlen Sierelsnauw. Wijlen Sierelsnauw? Nou ja, nog niet helemaal. Maar als je dit leest, duurt het vast niet lang meer als je me begrijpt, hè? Dat is de baas. Hij roept ons. Hoe kunnen jullie je zieke en zwakke baas zomaar in de steek laten? Ik ga nog sneller bergafwaarts dan Alberto Tomba. En dan moet ik mijn laatste adem aan jullie besteden. Oh, als jullie maar niet denken dat je van me erft, sterretje hamlap, hè? De vliegende tering kunnen jullie krijgen, niks meer. En wat moet jij hier nou? Sterfbed, laatste adem. Erven, dus het is waar. Punt, komma en alles. Het hemelse gerecht heeft zich te lange lesten. Jee. Al die jaren dat ik aan mijn fortuin heb gewerkt. Mijn getrouwen die ik opzij heb geschoven. En alle slechte dingen die ik gedaan heb. En alle mensen die ik bedrogen heb. Geld was mijn alles. Mijn enige vriend was meer. Maar een echte vriend is het niet. En het geld zal niet aan mij denken als ik ben heen gegaan. Zou er een rekeningnummer in plaats van een naam op mijn graf komen? Gossie, we hebben af en toe wel eens wat problemen met elkaar gehad, Cyril. Maar ik vind dat we die nu maar eens moesten vergeten. Je kan niks meer voor me doen, wasbeer. Niemand kan meer iets doen. Oh jawel, dat kan. Ik wel. We kunnen een gedenkteken bouwen. Een groots bouwwerk. Iets blijvends, waardoor de naam Sierelsnauw voor eeuwig in de gedachten zal blijven van alle bewoners van Woud Wintergroen. Meen je dat echt? Ja, dat is het minste wat ik voor je kan doen. Ho eens even, Wasbeer. Hoe denk je aan dat geld te komen voor zoiets? Ja. Dat is geen probleem. Cedric en ik hebben het geld van mijn krantenwijk geïnvesteerd. We wilden er een nieuwe drukpers voor het weekblad van kopen. Een drukpers? En Cedric heeft daarbij geholpen? Ja, en we hebben bijna genoeg. Maar ik zal dat geld gebruiken, Sierelsnauw, om een monument voor je te bouwen waar de piramides stoeptegels bij lijken. Wacht maar eens af. Hé, zou de baas zijn geld soms aan die bemoeizieke streepstaart nalaten in plaats van aan ons? Dat mag niet gebeuren. We hebben ons kapot gewerkt voor hem. We moeten die wasbeer overtreffen, jongens, als we indruk willen maken. We gaan we gaan hem genezen. Genezen? We weten niet eens wat hij heeft. Dat weten we wel. Minstens 8 miljard gulden. En dat gaan wij opstrijken. Oh, hemeltje. Hallo? Ja? Natuurlijk. Wat is hij? Hoe? Nee, ik zal het hem zeggen natuurlijk. Wie was dat? Dat was de assistent van dokter Otto. Als Sierelsnauw zijn medicijn regelmatig inneemt, is hij zo van zijn verkoudheid af. Is de baas verkouden? Dus hij gaat helemaal niet dood? Oh, dat gaan we hem meteen vertellen. Wacht eens even. Dat hoeft hij helemaal niet te weten. Als hij het niet weet dat hij dood zal gaan en wij laten het hem nog steeds geloven en wij genezen hem, dan... En dan erven we zeker. Oké, allemaal even duimen, jongens. Kijken hoe de voorpagina eruit gaat zien. Witte muizen in vergadering qua schoenpoets? Oh nee, daar was ik al bang voor. Ralf, deze pers moet vervangen worden. Oh, we hebben zoveel met hem meegemaakt. Jawel, maar niet zoveel als met Sierelsnauw. Wat? Ik kom net van Huizensnauw vandaan. En Cyril is stervende. Wat? Ik geloof je niet. Die oude naarling van een snauw? Die valspeler, die schurk snauw. Die dief, die oplichter, snauw? Cedric Spa. Oh,
Arme Cedric. Hoe is het met hem? Oh, Cedric zit op een kantoorboerderij. Weet hij het al? Ze hebben hem teruggeroepen. Maar omdat hij hier niet is, moeten wij doen wat hij gedaan zou hebben. Wat moeten we doen? Cedric zou zijn vaders laatste dagen zo prettig mogelijk maken. En dat gaan wij nu dus doen. Ja, en dus bouwen we een monument. Zodat Cyrils nou voor eeuwig herdacht zal worden. Als we de baas willen overtuigen, moet het drankje er wel helemaal echt uitzien. En ook echt smaken. Dit smaakt naar vieze tweedehands geurvreters. Dan kunnen we aan de slag. Hoe staat het met mijn monument? Nou, Zeg eens, hoe groot is het? Dat weet ik nog niet. Ja, je houdt het nog geheim. Heel goed van je. Het is gelukt! Wat gelukt? Een medicijn. Een medicijn. Proef maar eens, baas. Nou, wat heb ik te verliezen? Afgezien van mijn maaginhoud. Goh, u lijkt al behoorlijk opgeknapt. Nou, misschien moet het recept een pietje bijgesteld. Wat aardig dat ik Cyrils bibliotheek mag gebruiken om het monument te ontwerpen. In deze boeken moet u kijken van de baas, meneer. Standbeelden van alle tijden. Het standbeeld als blijk van verdiensten. Tjonge, zoiets heb ik net nog nodig. Hé, moet je kijken? Dat is het. Het perfecte beeld voor Cyril Snow. Yahoo! Heb ik het juist begrepen dat dit medicijn niet geheel naar uw wens is, baas? Hallo? Ja, natuurlijk wil ik Cyril Snow. Of wat er nog van over is dan. Dokter Andersen, wat moet je? Dat ik de rekening betaal. Pleziervaartuigenbelasting. Wat heb ik met jouw bootjes te maken? Ik sterf. Wat? Ga ik niet dood dan? Alleen maar verkouden? Dan zal ik je betalen als ik weer helemaal gezond ben, lelijk oud eentje. Ik blijf gewoon leven. Bert Bosbeer is hier, baas. Sorry dat het zo lang duurde, Cyril, maar ik heb een perfect monument voor je gevonden. Oh, echt waar? Wat prachtig. Maar je moet opschieten. Het gaat nu snel. Dat wordt dan nog een moeilijk karwei. Oh, maar als iemand het kan, hebben jij het, mijn kleine wasbeervriendje. Je gaat toch je tijd niet verdoen aan een klein miserig beeldje, of wel? Absoluut niet. Ik zal dag en nacht werken om het geld bij elkaar te schrapen. Dit is het! Met behulp van die mottige pelsbal krijg ik mijn hemel op aarde. Die krant verdwijnt en ik zal nooit vergeten worden. Nou bro, dan gaan we weer. De morgen stond de ochtendkrant. We'll be right back.
Cyril Snauwhof? Oh, prima. Prima. Ik zal je laten horen wat ik al heb. Uiteindelijk, en hoe dan ook, Cyril Snauw was in feite waarlijk... Waarlijk... Ja? Nou, meer heb ik nog niet. Denk je dat het te lang is? Bert, voel jij je wel goed? Je ziet er afgepeigerd uit. Nou, ik ben ook wel moe, hoor. Ga maar lekker meteen naar bed, Bert. Geen tijd, Melissa. Ik draai de volgende dienst mee. Wat is hij van plan? Nee, ik hoef die aandelen niet. Wie is daar? Ik ben het, Bert Wasbeer. Zodemieterse Wasbeer. Ik maak het niet lang meer. Bert Wasbeer. Ben jij dat? Mijn ogen zijn zo oud en zwak. Ik ben bang dat ik slecht nieuws heb voor je, Cyril. Slecht nieuws? Ja, ik doe mijn uiterste best voor je. Maar zoals het nu gaat, krijg ik dat geld voor je monument pas over een maand bij elkaar. Een maand? Ik krijg het gewoon niet snel genoeg bij elkaar, Cyril. Onzin. Ik bedoel, misschien kan ik helpen. Is dit genoeg? Gossie mijne, dan kan de plaquette er ook nog op. Dit had ik nou nooit verwacht. Dan kan iedereen over Cyril Snauw lezen. Maar is het op tijd voor de huldiging vanavond? 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 Ja, een laatste samenkomst met mijn goede vrienden. Dus schiet op, Bert. Schiet op. Mijn tijd is bijna om. Tijd voor een nieuw drankje, baas. Zie je? Ik had gelijk. Terug naar ons lab. Door die check krijg ik niet alleen zeker een standbeeld met een plaquette, maar die wasbeer is door al zijn geld heen. Die drukpers en die krant, die kunnen naar de schroothoop. Dames en heren, wij zijn hier vanavond bijeen om een wel heel triest reden. Wij gaan een van de meest geëerde woudbewoners huldigen. Een groot applaus graag voor onze eregast, Cyril Snauw. Huldig maar op! Ode aan Cyril Snauw door Ralf Wasbeer. Lieve ouders, lieve Tine, ik ga heel veel geld verdienen. Mijn lieve zoon, je vader laat je weten. Hij heeft er altijd warmtjes bij gezeten. Bij ons staat op de keukendeur aan het werk en geen gezeur. Bravo! Oh, wat een prachtige toespraak. Waar is Bert? In woorden is Cyril nu omschreven. Laten we dat nu met beelden doen. Oeps, hier is de 5-jarige Cyril met zijn vader. Vader vraagt om zakgeldverhoging. Toen hij 7 was, verhuisde de familie. Door Cyril uit huis gezet. Oh, het einde nadert snel. Hier is hij 10, hier is hij 15, hier is hij 20. Magere Hein knipoogt naar me. 30, 40, 50. Want Cyril met zijn roze neus. Waar zit die stomme streepstaart? Echt iets voor hem om met mijn geld de benen te nemen. En dan nu het moment waarop wij allen wachten. Het wordt ook tijd ook voor een nieuw recept. Recept? Varkensvleesrecepten, die interesseren me, zultkoppen. Sorry voor de onderbreking. Ga vooral door. Ja, goed hoor. Cyril Snauw, die in ons aller levens zoveel duidelijke sporen heeft nagelaten en die gezorgd heeft voor... jullie ondergang, luisballen.
Meneer Snaal, u moet wat voorzichtiger bewegen. Ik voel me bovenste best. Je gaat niet dood. Dood? Er liggen hier alleen dode bladeren. Weekbladeren. Jouw monument voor mij heeft jullie zaakje kapot gemaakt. Dat is een nieuwe drukpers. Ik kwam erop doordat u zo vriendelijk was, meneer Cyril Snaal. Ik mocht in uw bibliotheek zitten en toen realiseerde ik me dus dat het gedrukte woord altijd wordt doorgegeven, eeuwenlang. Het blijft altijd bestaan. Dus dit is onze huldeblijk aan u, de Cyril Snaal herdenkingsdrukpers. Goh Bert, wat een fantastisch idee van jou zeg, om geld te sparen voor een nieuwe drukpers. Ik deed gewoon wat me voor iedereen het beste leek, inclusief Cyril Snaal. Ik ben uitgeput. Welterusten Bert. Welterusten jongens. De Cyril Snaal herdenkingsdrukpers zou toch vele jaren blijven doen. Maar hoe vettig en zwart hij ook werd, de plaquette bleef altijd maar blinken en schitteren. Alsof hij net liefdevol was opgepoetst. Oh,